Hey, zie ik dat nou goed? Heb jij even deze video aangeklikt? Thanks. Ik ga vandaag een horrorspel spelen. Het is een horrorspel op Roblox. Het spel heet zelf It Lurks. Ik ben erg benieuwd. Ik speel wel graag een horrorspelletje. Ik heb The Slender gespeeld. Ik heb Amnesia gespeeld. Ik heb ook Outlast gespeeld. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het zeg maar in een wereld van Roblox een horrorspel te spelen is. Ik ben echt benieuwd of het net zo eng kan zijn als bijvoorbeeld een ander spel zoals The Outlast, dat je echt schrikmomenten hebt. Dus we gaan gewoon meemaken. Ik ga het nu spelen. Ik hoop dat je het een leuke video vindt. Geef alvast een duimpje omhoog. Begin ook met abonneren. Binnenkort komen er weer een aantal streams aan. We zijn veel aan het streamen op dit moment. Maar ik dacht gewoon even tussendoor een leuke video, kan geen kwaad. Laten we gewoon op begin klikken. Ik zie rechts onderin wel chapter 5. Dus ik weet nou niet of er zeg maar meerdere chapters zijn. Misschien kunnen we er wel een kleine serie van maken. Dat we gewoon meerdere, of dat we elk chapter een andere aflevering. Ik kijk even hoe lang die chapters ook duren. Dus, maar ik weet echt helemaal niks van het spel nog. We gaan hem gewoon aanklikken en dan zien we het wel. Nou, inderdaad zijn er 5 chapters. Op dat scherm achter zie je ze ook echt wel veranderen. Zie je die kleuren? In ieder geval, we beginnen gewoon bij 1. Ik kijk even hoe lang de aflevering duurt. Denken we van, het is mooi 10 minuten of zoiets. Dan pakken we gewoon per chapter gewoon een aflevering. En anders plakken we alles aan elkaar vast. Of 2 afleveringen. Moet even kijken. Maar we beginnen gewoon met chapter 1. Ik ben erg benieuwd. En daar zijn we dan. Het is verdacht stil. Kijk, het is ook first person zie ik. Oh, je kan wat kasten openmaken, denk ik. Moet je op klikken of? Oh ja. Daar zit niks in. Nou, zoals je kan zien is het wel echt Roblox-achtig, hè. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Het kan natuurlijk wel griezelig zijn, hè. Oké, ik vind het wel een vrij groot bed voor mij alleen. Of ik zit op mijn knieën of zo, want het is echt wel hoog springen om erin te komen. Maar we gaan gewoon. Kasteelkamer. Oh, dit is mijn kamer. Dan hebben we nog een krim. Grim. Kijk wat we hier hebben. Badkamer. Zonder spiegel. Oh, ik ben net te laag voor de spiegel. Kan natuurlijk ook, hè. Mooie douche. Waar we niet in kunnen. Plasje plegen. Kan ook niet. Nee, ik denk dat we niet hier moeten zijn. Lampje misschien uit, nee. Hallo? Get out of my room, please. Ik moet wegwezen hier. Maar dat is dus mijn broer. Zag ik. Ah, je hebt ook niks. Ik sluit wel netjes natuurlijk, hè. En als je wil slapen, slaap lekker. Nou, dan kun je beter maar het licht uit doen, hè. Met licht aan slapen is niet zo lekker, joh. Ik zal dit ook even opruimen. Zo. Ik denk dat dit het licht is van de gang. Yes. Weet je, ik ga wel even alle deuren dicht doen. Want ik heb meegemaakt dat bijvoorbeeld in één keer bij een horrorspel in één keer weer een deur open staat. En dan weet je dat daar bijvoorbeeld iemand is geweest of zo. Dus ik kan beter gewoon de deuren lekker dicht doen. Oh, kijk, daar zie ik iemand. Hallo? Oké. Okay. Oh, hij gaat even weg. Hij gaat boodschapjes doen. Ik moet om 10 uur naar bed. Ik zag ergens ook. Oh, daar. Nou, ik heb nog 11 minuutjes. Dus we kunnen nog 11 minuutjes even rondlopen. Ik weet niet of er nog in de tussentijd wat gaat gebeuren. Ik denk dat. Ja, dat pas gaat gebeuren als ik straks naar bed ga. De slaapkamer van de ouders. Die hebben iets meer ruimte. Een eigen badkamer. Wat toevallig precies dezelfde badkamer. Ik ga deze open doen. Moet wel die tijd even in de gaten houden. Maar ik denk dat hier niks in zit. Misschien later bij een andere chapter. Of misschien als we verder doorgaan.
Nee. Nou, ik ga terug. Ik ga even kijken hoe laat het is. Oh, nog 3 minuutjes. Nou ja, heb ik in ieder geval deze kamer. Dit is denk ik de keuken. Ja. En daar. Nou. Kijk volgende keer weer naar een sprintje trekken, want. Nou, ik moest naar bed. De klok gaat. Ga ik slapen? Nu ben ik erg benieuwd. Nu gaat het denk ik een beetje gebeuren. Dat je midden in de nacht wakker wordt. Ik hoor wel rare geluiden, hoor. Wat is dat voor geluid, zegt hij ook. Weet je wat ik denk? Hieronder zit die andere deur waar ik nog niet ben geweest. Ik zou daar denk ik wel heen moeten. Oh, hij is weg. Ik ben echt benieuwd of hij ook echt van die schrikmomenten. Oh, kijk, om 10 uur moest ik naar bed. We zijn ongeveer een uur en een kwartier verder. Ja, het geluid wordt steeds harder hier, hè. Oh, hij is... Oh, moet ik een sleutel hebben, denk ik. Dan zou je denken. Kijk. Ik moet het zeggen. Meestal hebben de ouders wel de sleutel, hè. Maar moet ik nou daar... Ja, ik ga gewoon. Wat is dat voor geluid, joh? De kelder. Natuurlijk. Was dit nou chapter 1 of hebben we chapter 1 nu gehaald? Nou, we spelen gewoon even door. Anders is het wel een hele korte video. Ik vraag me nu alweer af, wat is dat dan daar, hè? Nou, laten we gewoon hier beginnen. Doet er ook zo'n rare koffieapparaat, of het, ik weet niet wat het is, hier in één keer beneden. Ja. Kijk, weet je wel, daar ben ik het bangst voor, hè, dat daar iets gaat gebeuren, maar in één keer, uit dat hoekje daar, komt er dan misschien wat. Oh, dat is gewoon een soort van paspop, joh. Kisten. Gewoon een knop, joh. Nee, een lange donkere gang ook, joh. Echt donker, hoor. Zou ik voor die sprint gaan of gewoon rustig lopen? Ik ben bang dat er in één keer iets tevoorschijn komt. Ik moet zeggen, ik heb wel mooie hakjes aan, ik weet niet. Dat dacht ik al. Kijk daar dan. Wat moet ik doen? Oei, oei, oei. Wat was dat, joh? En nu? Moet ik niet weer opnieuw beginnen? Gewoon deur. Hoor je ook een deur? Of is die kast? Nee. Hij zegt dan. Mama? Papa? Ik kan niet kijken. Ik kan er niet overheen kijken. Dat is expres, hè? Het is al bijna 12 uur nu. Het is 12 uur. Maar zijn die ouders al terug van de boodschap, of? Deurtjes wel open. Ik moet zeggen, ik voel het sfeertje wel, hoor. Als je aan het spelen bent, ik voel toch een beetje die spanning, joh.
Oké, ik ga even hier kijken. Hier ben ik nog nooit geweest, joh. Oh, hij zegt, ik denk dat ik weer terug naar bed moet. Nou, laten we gewoon naar bed gaan. Oh, dan is daar in die kamer misschien iets, of niet? Alles staat ook open. Waarom heb ik alles ook open gelaten, joh? Maar misschien staat er wat achter, joh. Oké. Ga gewoon weer slapen, joh. Het enige wat ik wel raar vind, is dat toevallig die ouders dan 's avonds na 10 uur weggaan, of voor 10 uur nog. Wij moeten om 10 uur op bed liggen. En die ouders zijn nog steeds niet terug. Hij moet ook die deuren dicht doen, dit is echt. Ik weet nog niet wat er open was en wat dicht was, weet je wel. Ik blijf wel mooi lekker al het licht aan. Ik laat mijn kamer wel open. Als er iets is, dan kan ik altijd nog naar binnen rennen. We gaan even kijken. Ik schrok al. Hey, voetstappen. Het is 2 uur. Ik schrok net al van dit, joh. Wat in één keer ander kleurtje. Kijk, daar gaat weer de kelder in. Oké, deurtje dicht. Kan ik ook niet gewoon naar buiten, joh. Nee, kan niet. Oké, het is inmiddels 2 uur nu. Oké. Moet je aandacht houden. Dit is geen test. We moeten blijven kijken. We moeten ons focussen. Ze zeggen dat we alles ingangen moeten dichtmaken. Dat we de ramen moeten dichtmaken. Iets te vol moeten gooien. En dat we in ons huis moeten blijven. Dus ze zeggen dat we alle deuren moeten sluiten. Dat ze de ramen moeten barricaderen, zeg maar. Dus dat we ze af moeten sluiten. En dat we sowieso in huis moeten blijven. Maar kijk. Nee, ik moet echt alles dicht doen. Er is dus iemand al bij ons in huis. Terwijl in één keer mijn broertje weg is. En mijn ouders zijn nog steeds boodschappen aan het doen. En ik zie hier elke keer allemaal licht, joh. Deze kan ik niet. Oei. Daar schrok ik echt van, joh. Oh, is dat hier misschien? Ik hoor gewoon. Oh, joh. Vaas zat voor de deur, joh. Oh my god, oh, maar dit is dom, joh. Is het nou... Ben ik nu gewoon game over, joh. Of was dit gewoon chapter 1? Oh, dit was wel erg een schrikmoment, joh. Nou weet ik niet of het game over was. Omdat ik hem open heb gemaakt. Want ze zeiden natuurlijk van... Alle ramen dicht, deuren dicht, niemand binnenlaten. En wat doe ik? Gewoon die deuren openen. Maar ja, omdat je vader voor de deur staat, moet je wel, toch? Omdat je denkt dat je vader voor de deur staat. Nou ja, ik denk dat dit het was. En we zijn weer een stukje terug. Ik dacht de vorige keer dat ik chapter 1 had uitgespeeld door de deur open te doen voor mijn vader. Maar dat blijkt dus denk ik niet de bedoeling te zijn geweest, want ik kan chapter 2 niet spelen. Dus ik denk vandaag dood gewoon chapter 2 op te nemen. Maar ik moet toch nog een gedeelte chapter 1 dus doen. Dus we gaan nog even verder. Ik denk niet dat ik de deur open moet doen. Maar dat werd hier ook aangegeven. Maar ja, ik denk mijn vader zat voor de deur. Laten we die even open doen. Maar dat gaan we dus niet meer doen.
Nou ja, dat hebben we vorige keer gelezen. We gaan gewoon weer deze kant op. Hier horen we in één keer. Glas kapot gaan, hoor maar. Nou begint het weer spannend te worden. Ik denk. Ik moest alles dicht doen. Ik ga even gauw kijken hier. Ook hier is dicht. Deze ook trouwens. Kijk, dan zat die vader weer voor de deur. Maar die ga ik dus zeker niet openen nu, hè. Ik ben even aan het kijken of alles wel echt goed dicht zit. Kijk, hier heb ik alles dicht. Die kan dicht. Die mag dicht, dankjewel. Die ook. Ja, dit is altijd wel lekker, dit joh. Cover all the windows. Kan dat ook nog? Oh, hier, kijk. Nice. Die is gecoverd. Zullen die een schrikmomentje krijgen? Nope. Deze. Als goed is, zijn nu. Maybe I can sleep through this. Oké. Nou, dit was dus de bedoeling. Vorige keer ging ik die deur dus openmaken. Dat was niet de bedoeling. Ik hoop alleen niet dat ik hier nou... Nou, we gaan gewoon slapen. Kijken waar we verder komen. Ik dacht, misschien komt hier nu in één keer een schrik moment. Maar het valt nog mee. Nu zijn we bij chapter 2. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op het kanaal. Vergeet ook niet zeker even om Twitch te kijken. Ik heb op Twitch ook een actief kanaal. Heet ook Kasteel Games. Daar stream ik ook best wel vaak op. En daar komen ook wel eens exclusieve streams. Dus alleen streams die alleen maar op Twitch echt mogelijk zijn. Omdat op YouTube niet altijd alles uitgezonden kan worden. En ja, Insta. Vergeet Insta ook niet te bekijken. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende video. En dan gaan we denk ik verder met chapter 2. Ik denk dat we gewoon elke keer een apart verhaal is. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.